Voorzitter, zoals bekend pleit Forum voor Democratie er consequent voor om de oorlog tegen Rusland te beëindigen en in plaats daarvan in te zetten op vredesonderhandelingen. En ik realiseer me dat FVD alleen staat in dit standpunt en dat alle overige partijen alleen maar meer wapens en meer munitie die kant op willen sturen. En natuurlijk kunnen we met elkaar van mening verschillen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel partijen in deze Kamer op basis van onvolledige informatie tot hun standpunt zijn gekomen. En ergens is dat niet eens zo vreemd, want in de media wordt maar één kant van het verhaal belicht. Russische media zijn notabene verboden in de Europese Unie. Alle deskundigen die hier in de Kamer worden uitgenodigd komen uit hetzelfde pro-NAVO-bolwerk. Als Zelensky een speech houdt, dan wordt daar uitgebreid verslag van gedaan. Hij heeft zelfs de gelegenheid gehad om hier in de Tweede Kamer het podium te pakken. Terwijl als Poetin een keer zijn kant van het verhaal vertelt of een toespraak houdt, dan wordt daar geen woord van uitgezonden. En dat Forum voor Democratie ook de zienswijze van Rusland serieus neemt, dat maakt ons geen spreekbuis van het Kremlin, zoals vaak wordt gezegd, maar dat maakt ons de enige partij die zich van alle kanten laat informeren, alle feiten controleert en zelfstandig tot een weloverwogen standpunt komt. Ik ga even inzoomen op een aantal aspecten van die beeldvorming die volgens mij feitelijk en aantoonbaar onjuist zijn. Ten eerste het beeld dat Poetin uit pure agressie zomaar uit het niets het soevereine Oekraïne heeft aangevallen en dat hele land wil veroveren en als dat gelukt is nog door wil stoten en de rest van Europa wil gaan overheersen. Poetin zelf geeft aan dat zijn militaire operatie erop gericht is om de veiligheid van Rusland te waarborgen. En als je bedenkt dat de NAVO, die nota bene is opgericht om Rusland te verslaan, zich in de afgelopen decennia steeds verder heeft uitgebreid tot aan de grens met Rusland, nota bene tegen de gemaakte afspraken in, dan spreekt voor zich dat Rusland dit beschouwt als een reële bedreiging en die dreiging wil neutraliseren. En als je daarbij betrekt dat de inwoners van de Donbassregio, dat zijn etnische Russen, sinds 2014 ernstig worden bedreigd en zelfs worden gedood door het Oekraïnse leger, er zijn al vele duizenden burgerslachtoffers gevallen, dan is het ook heel begrijpelijk dat Rusland deze mensen wil beschermen en een humanitaire catastrofe wil voorkomen. En dan die dreiging voor Nederland die van Rusland uit zou gaan. Als het zo zou zijn dat de aanwijzingen zijn dat Rusland erop uit is om andere Europese landen te veroveren, natuurlijk zouden we die dreiging dan serieus moeten nemen. Ik zie alleen totaal niet waar die beweringen over die dreiging op gebaseerd zijn. Geen documenten, geen uitspraken van Russische regeringsfunctionarissen, geen gedragingen, geen greintje bewijs dat erop wijst dat Rusland die ambitie zou hebben. En daarnaast zien we wel tal van oneigenlijke belangen die gemoeid zijn bij deze oorlog. Het militair-industrieel complex dat gebaat is bij oorlog en hier miljarden aan verdient. De NAVO die haar hele bestaansrecht ontleent aan oorlog. Politieke leiders uit het Westen die gebaat zijn bij zo'n extern vijandsbeeld om de nationale eenheid te bevorderen en ook meer macht en controle over de eigen bevolking naar zich toe te kunnen trekken. Enorme economische belangen, de controle over energievoorzieningen, ga zo maar door. Ik moet dus concluderen dat Nederland niet gebaat is bij deze oorlog. Sterker nog, we lopen enorme veiligheidsrisico's. Door de Nederlandse betrokkenheid kan Nederland een legitiem doelwit worden van militaire acties. En de risico's van een bredere oorlog in Europa, inclusief het mogelijk gebruik van kernwapens, zijn zeer reëel en zeer dreigend. Het is volstrekt onverantwoord om deze gevaren te negeren en door te gaan op het pad van escalatie. En daarom dring ik er nogmaals bij de minister-president op aan. Gaat u zich nou bij die EU-top eens inzetten voor het Nederlandse belang? Ga nou eens pleiten voor vredesonderhandelingen. Rusland staat ervoor open, heeft al talloze pogingen gedaan om diplomatieke oplossingen te zoeken, maar vanuit de EU en de NAVO wordt alleen maar aangestuurd op meer oorlog. Hoe dan ook, FVD zal zich blijven inzetten voor een toekomst van vrede en dialoog in plaats van oorlog en vijandigheid. Voor een veilige en stabiele wereld voor toekomstige generaties.
Hoeveel weerstand dit ook oproept, hoe extremistisch u dit ook vindt, dit is mijn standpunt en daar zult u het mee moeten doen. Dank u wel.